Hier was ik echt op aan het wachten. Even kijken of ik hem open krijg. Nee, ga ik even mijn make-up opnieuw doen. En deze is ook. Oh, ik vind je outfit zo leuk. Zou ik wel het laten zien? Ik denk dat het is van de 3 nachten dat ik niet heel veel geslapen heb. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn al even wakker. Ik heb me ook al aangekleed en gedoucht. Ik ga nu even een theetje drinken. Maar we waren een beetje aan het rommelen in huis. En Sarah is nu lekker aan het spelen op zolder. En het gaat vandaag best wel lekker weer worden. Dus daar heb ik zin in. En hopelijk gaat het lukken om vandaag even lekker naar buiten te gaan samen. Maar dat moet ik dadelijk maar even zien. Nou, ik denk hij is heel heet, maar het valt mee. Ze heeft de boel lekker overhoop gegooid hier beneden en daar naar boven gaan. Dus ik ga zo even alles opengooien en dan de boel aan kant brengen en heel veel doen. Ik heb ook echt nu heel veel energie om dingen te doen. Ik heb er gewoon zin in. Vannacht wel een slechte nacht gehad, want ze werd elke keer wakker. En dat was gisteravond al, maar in de nacht ook. Gisteravond weet ze nog, maar in de nacht, ze registreert het niet eens dat het gebeurt, maar ze maakt mij wel wakker. En Marco werd ervan ook heel onrustig en Sarah lag bij ons. En zij sliepen er wel van door, ze werden wel een soort van wakker, maar niet echt wakker wakker. Maar ik werd er dus wel elke keer echt van wakker, dus ja, niet heel fijn. Maar alsnog voel ik me redelijk energiek, alleen ik merk wel echt gewoon van vermoeidheid dat ik het in mijn keel voel en zo en... Maar goed, ik drink mijn thee en dan ga ik even de rommel hier aan kant brengen. Ik heb een pakketje binnengekregen. Hier was ik echt op aan het wachten. Even kijken of ik hem open krijg. Nou, hier gaat zo. Er zit wat in voor Sarah en wat dingen die ik wilde. Even kijken, ik heb voor Sarah nog een maillotje besteld en sokjes. Dat was eigenlijk om het pakket een beetje vol te maken. Deze had ik voor haar nodig, want deze schijnt als je allergie hebt dus wel goed te zijn. Had ik gelezen, dus die gaan we proberen. Dat is deze van de Hema. Er waren maar heel weinig. En de Hema was de inval van 3 opties. En de andere waren vrij duur. En dat vond ik niet zo handig voor me. De Hema was die maar 2 euro. Dus als ze hem breekt of iets, dan is dat geen regelrechte ramp. En ik heb zelf deze besteld. Ik heb er 2. Want ik heb nu mijn make-up in een make-up koffer. Maar die begint het een beetje op te geven. Vroeger nam ik die heel vaak mee, maar dat doe ik tegenwoordig eigenlijk niet meer. Dus ik heb van die bakjes nu. En dan kan ik daar mijn make-up in gaan indelen. En dat vond ik een beter idee. Voor nu. En dan kan ik het heel mooi gaan sorteren. Ik hoop dat ik er genoeg heb, anders moet ik nog een set bestellen. Kijk, het zijn zulke plexiglazen bakjes. Oh, ik ga ze even inlaten. Dat is even makkelijker. Dus daarboven en ik heb die 2 keer. Dus daarmee ga ik even mijn make-up opnieuw doen. En deze is ook makkelijk. Het is makkelijk. Zo is mijn make-up dus nu. En die kist hier, dat is helemaal kapot aan de zijkant. En die bakjes, die gaan er goed mee. Dus dat gaat nu in deze lade. En daar ga ik dus deze bakjes voor gebruiken. Ik moet even kijken hoe ik ze in ga delen. En dan... met mijn make-up gewoon hier. Dus ik ga even puzzelen. Ik heb dus zeker weten nog meer bakjes nodig, maar dat negeren we maar even. Ik heb het zo ingedeeld. Dit is alle mascara aan toebehoren, eyeliner en wenkbrauwen voor nu. En oogpotloden. Ik wil dus wenkbrauwen met eyeliner nog splitsen.
foundations en BB creams met kwast en blender. Dit zijn poeders, al heb ik er daar ook nog een paar staan. Concealers, highlighters, blushes, epileertang en dergelijke. Puntslijpers, oogschaduws, maar daar liggen er meer van. Dit is lipglosses en lippenstiften. En als ik dus nog meer bakjes heb de volgende keer, ga ik dit verder doen. Maar op zich, als je het zo bekijkt, ja, dit valt nog een beetje om, maar dat komt omdat ik nu niet uitkom, vind ik het wel heel mooi en fijn zo. Dat is gelijk een paar van mijn favorieten. Dit is echt mijn nummer 1 mascara. En hij stapt niet scherp. Dit is de Lancôme Hypnose. En die heb ik ook in waterproof. Eigenlijk heeft Marco die een keer verkeerd voor meegenomen. Maar als ik nou een keer naar het strand ga of ga zwemmen en ik wil toch mascara op, gebruik ik tegenwoordig deze. Maar verder ben ik niet van de waterproof. Van BB cream vind ik deze meestal heel fijn, omdat die een beetje kleur aanneemt. En die mix ik vaak met mijn nek als ik iets meer kleur wil hebben. En ik heb deze highlighter pas gekregen. En die vind ik ook echt super mooi als je op hebt. Maar ik heb ook deze. Die gebruik ik ook heel erg graag. En dat waren denk ik wel mijn meest favoriete dingen hier in de la. Oh nee, wacht. Concealers. Ik heb deze van Collistar. Die heb ik in 2 kleuren. Ik heb de 1 en de 2. De 1 gebruik ik... Oh, gaat lekker. Gebruik ik alleen als het echt al heel lang geen zomer is en ik bleek ben. Dan mix ik hem vaak met de 2. En de 2 gebruik ik meestal de rest van het jaar. En ik wil een 3 eigenlijk nog erbij. En dit is eigenlijk dezelfde, maar dan vloeibaarder. En dit is ook een kleur 2. En nu ga ik lekker rijstwafels met pindakaas eten. En nu maar weer even verder in huis. Want we kunnen niet veel. Iedereen om ons heen zit in quarantaine of is weg. Dus ja, we zitten eigenlijk ook daardoor in een soort van quarantaine. Oh, ik vind je outfit zo leuk. Zou ik wel het laten zien? Ze heeft dit zelf uit de kast gehad, maar ik vind het zo leuk staan. Alleen die pantoffels. Mag voor thuis, maar dat mismatcht een klein beetje. Maar het is echt wel een toffe outfit. Ga je weer in de chill houding? Ik heb mijn to-do. Wat staat die hard? Hij staat wel heel hard hoor, Sarah de TV. Wat ben ik aan het kijken? Miraculous, want dat hoor ik gelijk. Ik heb het aan de vlog. Oh, nou dan heb ik nu het antwoord gegeven. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet kennen. Laat maar er eens bij. Dan kom ik heel even bij jou, want ik heb verder mijn to-do-lijst af. Heel stuk zachter, ja. Mag ik heel even bij? Nee. Nou, dan mag jij ook niet meer kijken. Ik denk, ik heb nog 10 minuutjes voor mijn koken. Als ik erbij mag, mag je nog kijken 10 minuten. Kijk hoe snel je dan opzij bent. En als je niet binnen 3 tellen opzij bent, dan mag je niet meer kijken. 1, 2, en de laatste tel is... En Sarah wil niet te weten. Oh, heel snel toch wel. Werkt altijd. Oh, nou, 10 minuutjes, dan mag ik gaan koken. Ga ik 10 minuten met jou knuffelen. Vind ik een welbesteede 10 minuten. En jij? Knuffeltijd? Is dat goede tijd? Nee. Oh, heb je zo'n bui? Heb je zo'n bui? Echt wel van het domme tussenweer, als ik het zo mag noemen. Want zodra het wat later wordt, vind ik het echt gelijk heel koud worden. Dus ik heb even een trui aangetrokken. En nu ga ik een lekkere pasta pesto even snel maken. Dat is gelukkig zo klaar, dus dat scheelt. Mag ik het weer niet thuis? Derde dag op rij? Nee, dat is niet helemaal waar. Gisteren had hij wel thuis, maar was hij later thuis. Dus hadden wij al gegeten en kwam hij thuis en heeft ze even opgewarmd. Oké, plek voor mijn camera vonden. Gisteren kwam hij later thuis. Dus toen heeft hij gewoon opgewarmd. Maar vandaag en eergisteren zou hij sowieso niet thuis eten, maar op werk. En dat komt ook een beetje door die avondklok. Want ja, dan kan je niet tot heel laat buiten blijven. En dan kan hij niet tot laat werken. Dus ja, dan moet hij maar op zijn werk eten en daar langer blijven. Want anders dan heb je dadelijk een boete omdat je aan het werk bent. En niet met elk werk mag dat. Dus ja, echt super handig, zeg maar. Gelijk bakjes voor mijn kipfilet aanmaken. Nog steeds in mijn herbruikbare bakjes. Want daar ben ik echt wel heel blij mee. Zo, een stuk kipfilet. Pak het zo. Het is echt huge. Niet normaal. Lekker pasta pesto met spaghettiboontjes. Lekker. Zij ligt op bed. En ik voel me zo moe. Ik denk dat het is van de 3 nachten dat ik niet heel veel geslapen heb. En vannacht was natuurlijk helemaal het toppunt.
Maar ik ga mijn thee drinken. En dan ga ik denk ik lekker even op de bank mijn ogen dicht doen. Want ik voel me helemaal loom ervan. Echt zit gewoon te knikkenbollen en al mijn spieren zijn moe. Ja. Nou, ik kon niet echt slapen. Ben een beetje weggedoezeld en nu heb ik pop gemaakt, want ik heb echt honger. En ik heb echt heel erg trek in zout. Iets hartigs, maar ik heb niet heel veel in huis, dus popcorn it is. Ik denk dat het voor mij vandaag tijd is om lekker mijn bedje in te gaan. Dus ik wil de vlog even snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.